Suriname heeft ook een verantwoordelijkheid in te nemen in de vredesinitiatieven bij oorlogen. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking afgelopen donderdag tijdens een persconferentie op het departement. Suriname heeft onlangs in Zwitserland geparticipeerd aan een vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne. Volgens de bewindsman zal het ontbreken van vrede in Oost-Europa of het Midden-Oosten rechtstreeks effect hebben op ons land. Hij herinnert aan de schaarste aan meel door de oorlog in Oekraïne. Omdat Oekraïne een grote producent is en exporteur is, de hoogte van de kosten van supply, dus van toelevering, is nadrukkelijk aan de orde geweest. Niet alleen vanwege COVID, maar ook vanwege de oorlog. De schaarste aan energie, omdat anderen ineens meer energie nodig hadden en zij wel meer konden betalen. Het heeft effecten op de hele samenleving. De inflatie is navenant verhoogd of is toegenomen daardoor, door oorlogen. Oorlogssituaties creëren instabiliteit in de wereld. Dus het is ook in ons belang om ervoor te zorgen dat wij meedoen aan een proces naar vrede. Of het nou in het Midden-Oosten is of in Oekraïne. De bewindsman benadrukt dat niemand gebaat is bij conflicten. Dat de overheid probeert bij te dragen aan het oplossen van zulke situaties zou dan daarom niet alleen uit solidariteit gebeuren, maar ook in ons eigen belang. Onze participatie daar was nadrukkelijk, omdat wij goede relaties hebben met Oekraïne, maar ook omdat het internationaal van belang is dat we ons stem laten horen. En men heeft het gewaardeerd. Men heeft het gewaardeerd simpelweg omdat men dan ziet dat wij als onderdeel van die wereld begrijpen hoe internationale ontwikkelingen zich uitspelen. De bewindsman benadrukte dat het buitenlands beleid van de Surinaamse overheid niet gericht is op het behartigen van eigen belangen.